Goedenavond. Vanavond de vlog vanuit Markenbinnen. Ik ben hier als instructeur mee met de manschappen, dus nieuwe brandweermannen en vrouwen die we opleiden. We zijn hier in de bunker, Markenbinnen heet het hier al. Daar hebben ze een container en daar gaan we de brandverlopen kijken en we gaan straalpijpvoering oefenen. Dat doen we ook in Zaandam op Prins Bernhardplein, maar het is gasgestookt. Kunnen we niet alles doen zoals dit echt ook zou gaan. Hier is het hout gestookt, heb je iets meer het gevoel dat het echt brandt. We gaan zo de container in. Dan gaan we de verschillende brandfasen bekijken. Begin op brandje, een brand in ontwikkelfase, fles overfase. Daarbij gaan hun de straaltechnieken toepassen. Een puls. Ze gaan water op het vuur, op de vlammen gooien. Waardoor die minder wordt. Daarna weer de rooklaag koelen. En zo gaan ze zeg maar in praktijk brengen wat ze in theorie hebben geleerd. Tevens hittegewenning. Het is voor het eerst dat ze kennis maken met hitte. Wat doet brand? Wat doet het als je water er op vuur gooit? Dan komt de stoom en stoom is hitte. Dus dan heb je last van als je binnen zit. Het is inmiddels bijna 10 uur. We hebben allemaal aan de straal gezeten. Ze hebben allemaal de rooklaag gekoeld. We zijn nu aan het opruimen. Dan gaan we hier douchen. Het fort kan je ook douchen. Ja, dan gaan we naar huis. Dan is het weer mooi geweest voor vanavond. Dit was de vlog vanuit Markenbinnen. Tot de volgende keer.